BASF-producten vind je eigenlijk overal. Als je naar de supermarkt gaat, kun je niet terugkomen zonder BASF-producten. Het zit in verpakkingsmateriaal, in shampoos, in kuisproducten, in matrassen. Wij maken die producten zelf niet, maar wij maken wel de grondstoffen, zodat andere producenten eigenlijk de producten kunnen maken. De rol van operations is eigenlijk die productieinstallaties te laten draaien met de juiste kwaliteit en met zo weinig mogelijk impact op mens en omgeving. Ik werk ongeveer al 2 jaar op de steamcracker. Daar kraken we eigenlijk nafta- en LPG-producten, die afkomstig zijn uit aardolie, die gaan we eigenlijk kraken naar chemische bouwstenen. Dat is bij ons vooral ethyleen en propyleen. Ik werk in productie in de ploegen. Hier is eigenlijk ons doel de fabriek eigenlijk zo continu mogelijk te laten draaien en zo veilig mogelijk. Dit doen we dan door bijvoorbeeld een tour te lopen buiten, waar we onze zintuigen gaan gebruiken om problemen op te sporen, zoals bijvoorbeeld lekken. We krijgen ook veel digitale steun in onze job. Dit gaat van een controlekastje waar we onze toeren mee lopen. Hier vullen we dan bepaalde metingen in die we dan gaan analyseren of er ergens afwijkingen zijn. Operations is een hele grote brok van de BASF-familie. Daar werken ruim 2000 mensen. En dat in heel variërende jobs, zowel technische profielen als chemische profielen, in grote en minder grote installaties. Je werkt met heel veel diensten samen binnen operations. Bijvoorbeeld een brandweer voor inzetten te doen op het moment dat er dingen misgaan of om oefeningen te doen. Een engineering, als je grotere projecten moet uitwerken, dan hebben ze eigenlijk een team voor jou klaar. Een medische dienst om eigenlijk al onze medewerkers op te volgen, dat iedereen nog gezond en oké terug naar huis kan. Dus dat varieert heel sterk. Ja. BASF Antwerpen is eigenlijk bijna even groot als de stad Antwerpen. Dus je kan heel ver van elkaar werken, ondanks het feit dat je in hetzelfde bedrijf werkt. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken dat je in verschillende wijken van Antwerpen werkt. Dat iemand op het eilandje werkt, iemand op het zuid, iemand in Borgerhout. Ik ben 2 jaar geleden als stagiair eigenlijk begonnen. De eerste keer dat ik hier aankwam, dat was met grote ogen. Zeer indrukwekkend. Op school leert je alles in het heel klein. En als je dan hier komt, dan is alles zoveel groter. Waardoor je eigenlijk de eerste dagen echt gewoon onder de indruk bent en eigenlijk weinig opsteekt, maar gewoon rondkijkt eigenlijk de hele dag. Die stage was eigenlijk wel een heel leuk moment. Het ene aspect was dan het indrukwekkende, alles zo groot en alles kunnen bekijken. Langs de andere kant was het dan ook heel leuk om eens eigenlijk in een ploeg te komen. Iedereen dat u wilt helpen, iedereen dat je vragen aan kunt stellen en die dan met bepaalde opdrachten gaan helpen. Na de stage dan hebben we eigenlijk het school afgewerkt en dan gaan we hier vast beginnen. Het leren stopt daar niet. Ik sta zelf op een heel grote installatie waar het wel jaren duurt tegen dat je alles kent en alles weet. Maar dan de installatie blijft ook zodanig vernieuwen en veranderingen komen dat je eigenlijk nooit vastroest en dat je altijd vernieuwen blijft leren. De productieploegen op BASF, ja, die hangen heel sterk aan elkaar. Moet ook, hè. Die moeten vaak ook feestdagen en weekends samen met elkaar doorbrengen. Dat brengt ook bijvoorbeeld met oudjaar dat die samen koken en toch wel een feestmaaltijd op de BASF dan hebben. Dus dat is eigenlijk wel om jaloers op te zijn, hoe sterk dat die aan elkaar hangen, ondanks het feit dat dat een heel verscheidene groep is. Binnen mijn functie, binnen die ploegen, dat is echt wel een beetje een familiesfeer. Vorig jaar hadden we met oudjaar de nacht, zo gezegd. Dat betekent dan echt samen eten op het werk, samen koken. Ook aftellen naar oudjaar dan, zo gezegd. Je zou dan kunnen denken dat is wat minder leuk dan thuis vieren met vrienden. Maar uiteindelijk, die mensen binnen de ploeg zich ook zo vaak dat het ook wel een beetje vrienden worden. In mijn job kom ik ook vaak met andere diensten binnen BASF in contact. Dit gaat bijvoorbeeld met mechaniekers. Wij gaan op voorhand een deel van de installatie veilig verklaren, zodat de mechaniekers hun job veilig kunnen uitvoeren. Dan nemen we die ook mee en wijzen die de juiste plaats aan. Andere mensen waar we bijvoorbeeld mee in contact komen zijn laboranten. We nemen dagelijks talen om onze kwaliteit te bepalen, die ze dan in het labo gaan analyseren en waar wij ook dan de data van terugkrijgen en kunnen bijsturen. Mijn carrière op BASF is eigenlijk nog maar pas begonnen. Binnen mijn eigen installatiedeel kan ik eigenlijk nog heel veel leren en veel uitbreiden. Maar moest ik toch ooit een beetje vastrusten in mijn functie, kan ik binnen BASF nog van alle mogelijkheden. Ik kan zowel van installatie veranderen als misschien een andere functie krijgen. Dat maakt het ook wel leuk bij BASF te werken, omdat er zoveel mogelijkheden zijn dat je nog iets kunt wisselen en dat je hier eigenlijk toch veel variatie kunt blijven behouden. Het grootste verschil in operations met andere industrieën is dat je heel veel variatie hebt. Hè? Heel veel knappe koppen in verschillende disciplines bij elkaar. En dat maakt het juist boeiend. Die variatie die vind je in de verschillende jobs die je eigenlijk binnen BASF kan doen. Je hebt laboranten, beladers, chemicussen, technicussen, mensen die gespecialiseerd zijn in energie, in milieu, in veiligheid. Dus dat zijn verschillende jobs die je binnen operations kan doen om het draaiende te houden. Daarnaast, dezelfde job op een andere fabriek binnen BASF ziet er ook helemaal anders uit. Een gasplant draait helemaal anders dan een vloeistofplant en een vaste stofplant. Daar ga je andere technieken zien en andere problemen op je bord krijgen.
Ondanks al die variaties heb je wel nog altijd hetzelfde doel. En dat schept toch wel een band in die grote familie. Zijn we rond? We zijn rond. Goed.